Nou, zoals in de vorige updates te zien heb ik dus wissels zelf gebouwd. Want ik had toch nog een paar wisseltjes meer nodig. Maar de wissels die ik al wel had, die zijn ook voornamelijk afkomstig van de vorige treinbanen. En die zijn ook zelf gebouwd. Nou, dat heb ik hier dus passend gemaakt op deze wisselstraat. En ja, zoals te zien heb ik hier dus ook de gaten geboord voor de wisselaandrijving en de bedrading. En als alles mee zit, dan, ja, dan werkt alles straks. Ik heb hier laatst wel deze drie wissels. Die heb ik hier iets op moeten schuiven, maar ik wou het eigenlijk hier doen. Maar ja, toen bleek dat hier dus een... toch een balk zat, dus ik heb het een centimeter op moeten schuiven, zodat dus de wisselstraat in zijn geheel een centimeter opschuift. Ook aan de andere kant van het rangeerterrein hebben we natuurlijk ook de nodige wissels. En die moeten ook nog, vooral dit setje wissels hier, die moeten nog even pas gemaakt worden, zodat het goed aansluit. En dan de rest van de wissels, dat komt ook wel prima. Nou, hier moet natuurlijk ook nog de bedrading aan en de gaatjes geboord worden voor de draden en de aandrijving. Nou, voordat ik dus de rails ga plaatsen, ga ik eerst nog de boel even een likje verf geven. Dus dan ga ik gewoon wat donkerbruin maken door zwart en dus deze bruintint dus te gaan mengen. En dat zorgt er dus dan voor dat we dus dan, ja, als straks de ballast erop zit, dat ja, deze beige kleur van het foam, dat dus... in ieder geval afgedekt is. Nou, op dit moment heb ik ongeveer 95% van de rails op de baan geplaatst. En alle bedrading, dat moet ik allemaal nog doen. Maar we kunnen wel zo vast even een eerste testritje maken. Nou, wat vooral veel werk is, is natuurlijk de hele wisselstraat. Dus niet alleen het maken van de wissels zelf, maar ook alle bedrading en het plaatsen van de wissels is natuurlijk heel veel werk. Maar straks komt natuurlijk ook nog de wisselaandrijving, die moet natuurlijk ook allemaal nog gemaakt worden. Dus er is nog genoeg te doen. Dan draaien we even de andere kant op. Dan nemen we de rest van het rangeerterrein. Hier de containerterminal. En hier hebben we de andere wisselstraat. Maar voor de testrit heb ik hier nog even een draadje over gezet, zodat ik straks ook het laatste stukje spoor kan bereiken. Nou, dit gebied hier voor de metaalindustrie en de schroot en voor de chemische industrie, daar moet al het spoor nog gelegd worden. En dat moet nog even bepaald worden van hoe en wat we allemaal gaan maken. Dus dat heb ik nog niet gedaan. Maar de hoofdbaan, die ligt er in ieder geval. Nou, de sporen bij de stukgoedhaven moet ik ook nog doen, want ik moet daar ook nog wissels voor maken. Dus die kan ik nu op dit moment nog niet aansluiten, want ik heb de wissels nog niet.